Goedemiddag, welkom bij het webinar Sociale Verkiezingen 2016, Frequently Asked Questions. Mijn naam is Jan van Turnhout. We gaan een paar vragen toelichten aan de hand van de actualiteit rond de sociale verkiezingen, zeg maar. Indien u na dit webinar nog een aantal vragen heeft, vaak gestelde vragen bij u, dan kan u steeds best contact opnemen met uw dossierverantwoordelijke of met de vaste contactpersoon binnen ons team Sociale Verkiezingen. Enkele frequently asked questions, waar gaan we op toespitsen? Over een aantal praktische zaken rond de communicatie met de FOD-WASO. Over de eerste procedurestappen die toch waar we aan de vooravond van staan, stap X-60 en dan de overlegfase tot X-35. Daarop gaan we wat focussen vandaag. Eerst en vooral de communicatie met de FOD-WASO. Bij de meeste bedrijven is dit reeds in orde. De communicatie loopt via de e-box. Die e-box is een soort elektronische brievenbus, zeg maar, bij de diensten van de sociale zekerheid. Als u nog geen actieve e-box zou hebben, dan moet u die toch wel dringend activeren. Je kan naar die e-box of die activatiepagina gaan via de website van www.werk.belgie.be en daar staat, kan je doorklikken naar de desbetreffende pagina. Uiteraard zou ook via de website van de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be kan u er ook op terechtkomen. Dus eerst en vooral, u gaat elektronisch communiceren met het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de FOD-WASO, maar daarvoor heeft u die elektronische brievenbus nodig. U moet, indien dat nog niet gebeurd is, die elektronische brievenbus activeren. Als u reeds een e-box heeft, merken we dat er soms een aantal problemen toch nog opduiken. Normaal gezien heeft u rond eind juni 2015 al een document in die e-box ontvangen. Ja? Eind juni 2015, dat heeft voor een aantal ondernemingen was het wat later, maar dat is zo wat op het moment waarop de e-boxen zijn aangeschreven, zeg maar, vanuit de overheid. Als dat niet gebeurd is, daar zijn verschillende verklaringen voor. Op de eerste plaats zou het kunnen dat u nog niet opgenomen zit als een onderneming die sociale verkiezingen moet doen. Men kent u nog niet op het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Dan neemt men best contact op met de FOD-WASO, dus met het ministerie, via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be. Dus om een geregistreerd te staan, zeg maar, best contact opnemen met het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid via dat e-mailadres. Een andere mogelijkheid is dat u wel geregistreerd staat. U zit in de databank van bedrijven die verkiezingen gaan moeten doen, of toch van vorige keer kent men nog u wel, maar het zou kunnen dat u als verantwoordelijke, dat u nog geen toegangsrechten heeft, iemand anders in die onderneming, heeft misschien toegangsrechten tot die e-box, maar u misschien nog niet. Wel, dan moet uw toegangsbeheerder in uw onderneming toch wel, die kan via die pagina die ik daarnet liet zien, de toegangsrechten voor uw onderneming regelen. Dus dat is de elektronische e-box waar hier en daar toch nog wel wat problemen of nog wat vragen rond opduiken. Nu, belangrijk om toch te beklemtonen is dat die e-box is gewoon de elektronische brievenbus. U weet, maar dan zal ik straks nog wel even op terugkomen, dat u ook een soort nummer, een registratienummer moet hebben per technische bedrijfseenheid. Dat is een ander verhaal. Hier hebben we het gewoon over het activeren van die elektronische brievenbus. Wat gaan wij moeten doen via die e-box? U zal toegang krijgen tot de applicatie van de FOD-WASO en daar gaan we een aantal documenten, X-60, X-35 en X, moeten uploaden en een aantal bedrijfsgegevens gaan invullen. Ja? Daarvoor dient de e-box om eigenlijk de elektronische communicatie, zaken die vroeger gebeurden
door middel van ja, aangetekende brieven, zeg maar, gaan nu elektronisch verlopen via internet. Dat was al bij vorige verkiezingen ook al zo, maar men heeft dat nu nog verder uitgebouwd. Dus dat is wat de e-box betreft. Ja? Goed. Als dat nog niet in orde zou zijn, dan is dat toch iets wat dringend vastgepakt moet worden. Zoals in vorige webinars al toegelicht, starten de verkiezingen op x-60. x-60 is een uiterste datum. Het mag vroeger, we zullen straks zien dat dat wel impact heeft op de inhoud van de documenten ook. U mag dat ook al vroeger doen, op het moment het u uitkomt, het moment dat er reeds overlegmomenten gepland zijn met uw overlegorganen en dergelijke meer. Maar de uiterste datum, uiterlijk x-60, gaat u een document voorleggen aan de rest van de onderneming, daar ga ik straks nog over zeggen wie dat document moet ontvangen, waar u een aantal zaken gaat moeten toelichten, zeg maar. Belangrijk daarbij is dat op x-60 gaat het om een voorstel van de werkgever, een intentie. Ja? Dit is uw idee over hoe u de zaken doet. En wat gaat u op het document invullen? U gaat invullen wat de technische bedrijfseenheid is. En of die technische bedrijfseenheid, of dat dat nu dezelfde is als vorige keer. Nu, soms kan dat een heel stuk lang grote proza zijn. Vaak kan je volstaan door gewoon te beschrijven wat uw technische bedrijfseenheid deze keer zal zijn. Ja. En de beschrijving van wat het nu is, ja, bevat ineens ook ja, de wijzigingen in vergelijking met vorige keer. Dan, hè. Dus uw technische bedrijfseenheid. Of heen. Het aantal werknemers per categorie, de functies van het leidinggevende personeel met daarbij ook een indicatieve lijst, wat je daarbij zou kunnen doen, of misschien aan te raden kan zijn, want bedrijven evolueren, 4 jaar lang is 4 jaar is een lange periode. Het kan zinvol zijn om leidinggevende functies die bestaan, maar op dit ogenblik niet ingevuld zijn, of leidinggevende functies die binnenkort zullen bestaan, maar waarvan het duidelijk is dat die leidinggevende zijn, die reeds ook op de lijst te vermelden. Ja? Hetzelfde met kaderleden met een indicatieve lijst. En ook de beoogde datums X en Y. Het is een beetje merkwaardig dat u op X-60 een voorstel moet doen van X, ja, want X en Y liggen eigenlijk nog niet vast, het is nog maar een voorstel, maar toch heeft men een bepaald en moet men wel in de wetgeving een kalender kunnen bepalen. Dus, voilà. Wat gaat u doen? U gaat dat document maken. U gaat de ondernemingsraad, als die er al is, het comité, als die er al is, of bij een stentenis daarvan allemaal de vakbondsafvaardiging informeren daarop. Hè. Merken we op, hè, ik heb de documenten hier toegelicht over leidinggevende en kaderfuncties. Uiteraard speelden kaderfuncties geen rol in het comité, daar kennen we dat niet. Merkwaardig genoeg zegt de wet dat deze procedure moet, met betrekking tot de kaderleden, is niet van toepassing in ondernemingen met minder dan 30 bedienden, de werkstelling op x-30. Dat is een beetje een hele merkwaardige periode, een heel merkwaardige bepaling eigenlijk. De achtergrond daarvan is eigenlijk niet zo helemaal duidelijk. Nu, het kan wel zinvol zijn om ook in die gevallen toch kaderfuncties mee te geven. Uiteindelijk 30 bedienden, dat speelt in de rest van de kiesprocedure geen enkele rol. Hè. Het gaat over 15 kaderleden, dat kan eventueel een rol spelen, maar 30 bedienden niet. Rekenkundig zou het kunnen dat u geen 30 bedienden hebt, maar wel 15 kaderleden. Hè, want de aantallen, ja, dat is geen criterium. Ja, dan hebben we toch een beetje de rare situatie dat we later in de procedure opeens beginnen over kaderfuncties, terwijl dat we in de voorprocedure het daar eigenlijk nog nooit over gehad hebben. Dus vandaar kan het, als u in deze randsituatie zit, dus ik heb minder dan 30 bedienden, maar ik heb toch wel degelijk meer dan 15 kaderleden, om dan toch misschien ten indicatieve titel deze functies toch te vermelden, al was het maar om geen rare situaties voor te hebben in de rest van de procedure.
dat zal ook al een zeer uitzonderlijke situatie hebben. Ik kan mij voor de geestweg ook maar een handvol dossiers uit het verleden voorstellen waar die hypothese van toepassing was. X-60, we gaan die documenten dus opmaken. Wat zegt de wet dan daarbij? Die documenten moeten aan de ondernemingsraad, comité, vakbondsafvaardiging bekendgemaakt worden. Die moeten ook aangeplakt worden in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. Ja, dat is allemaal een beetje met gezond verstand en geval per geval te bekijken. Wat bedoelt men precies met een afdeling? Ja, ik ben een onderneming en ik heb verschillende exploitatievetels. Ja, dan is het duidelijk dat in elk van die exploitatievetels het moet aangeplakt worden, op het prikbord gehangen worden. Dat is nog een duidelijk voorbeeld. Maar soms kan je een beetje toch discussiepunten of twijfelgevallen hebben over, ja, maar is dit wel een afdeling van de onderneming? Ik ben een bedrijf en ik heb een soort vaste poelen, een vast lokaal on-site bij een klant. Ja, is dat dan nog een afdeling van de onderneming? God, ja, ik zou zeggen, als het een vaste plaats van tewerkstelling is die structureel uw mensen herbergt, zeg maar, dan denk ik dat je dat best beschouwt als een sectie, afdeling van de onderneming. Dus geval, een vaste werf die al 8 maanden daar is, structureel toch voor lange tijd mensen herbergt, zeg maar, wel dat soort situaties. Ik denk dat je veiligheidshalve toch best beschouwt als een afdeling, een sectie van de onderneming. Dus verschillende afdelingen en secties van de onderneming, wel, we moeten zorgen dat daar overal een aanplakking, een prikbord of wat dan ook is. Laat ons wel wezen, het is een aanplakking. In de praktijk weet ik ook wel, soms vervangt men dan een beetje door een informatiemap die ter beschikking ligt of wat dan ook. Ja, met de letter van de wet gaat het over aanplakking natuurlijk, maar ja, soms moet je ook wel wat pragmatische oplossingen gaan zoeken ook. Tot ieders tevredenheid werken die oplossingen dan ook wel. Hè. De wet zegt er ook bij, u kan dat elektronisch doen, voor zover alle werknemers er toegang toe hebben. Ook hier alle werknemers, er is geen enkel bezwaar op zich, of ik zie toch ook geen bezwaar tegen, dat je zegt, kijk, we publiceren het op intranet, maar ja, er zijn heel veel mensen die geen toegang hebben tot dat intranet. Wel, voor die mensen hebben wij nog een klassiek prikbord of een aanplakking, zeg maar. Maar dus elektronische toegang kan, we denken spontaan aan intranet-oplossingen, SharePoint-oplossingen, maar dat zou eventueel, maar dan moet je dan een keer bekijken hoe je dat technologisch best aanpakt, een of andere centrale mailbox of wat dan ook. Dat zou eigenlijk op zich ook wel kunnen. Het gaat uiteindelijk over de toegang tot die informatie in een elektronische publicatievorm. Dus dat kan. Dat kan ook zo zijn. De ene krijgen het elektronisch en de anderen nog via het prikbord. De bottom line blijft. Zorg ervoor dat in de verschillende afdelingen van de ondernemingen iedereen op een vrije manier enzovoort toegang hebben tot het document. Ik kan niet zeggen bijvoorbeeld het hangt aan het prikbord in het kantoor van de directeur. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Het moet natuurlijk gaan om een publicatieplaats die door de werknemers vrij toegankelijk en raadpleegbaar is. Maar dat lijkt mij een beetje vanzelfsprekend eigenlijk. Zoals ik daarnet al gezegd heb, X-60 is de uiterste datum. Uiterlijk X-60, zegt de wet. Het mag dus eerder, maar denk eraan dat de aantallen die u vermeldt, zijn de indicatieve aantallen op X-60 dan wel. Dus als u X-65 al een en ander doet, ja oké, maar de indicatieve aantallen zijn de aantallen te berekenen op dag X-60. Dat verstrekken van die documenten aan het overlegorgaan, dat hoeft niet noodzakelijk op een zitting van het overlegorgaan te gebeuren. Ja, je kan dat ook rondsturen. We zullen straks wel zien, ja, op een bepaald moment zal je wel met die mensen aan tafel moeten gaan zitten. Maar als je zegt, kijk, ik ga de documenten alvast uiterlijk X-60 op een of andere manier overmaken aan het overlegorgaan. En dat overleg volgt dan later. Dat kan op zich wel gebeuren. Uiteraard moet al die zaken gebeuren voor ieder orgaan afzonderlijk. Maar dat spreekt ook voor zich. En die documenten moet u dan uploaden op het tabblad. Documenten in de applicatie van de FOTWAZO of toezenden aan de nationale vakbonden. Maar
ja, iedereen zal gebruik maken van het uploaden, neem ik aan. En u moet niet alleen een document uploaden, u zal dan in de applicatie ook een aantal ondernemingsgegevens moeten invullen. Goed, na X-60 gaat er overleg gepleegd worden. Vandaar dat ik daarnet zei, ja, u kan het misschien wel schriftelijk geven, maar op een bepaald moment zal u wel moeten overleg plegen. U kan dus, u moet dus met de onderneming, het comité, vakbond ervaring overleggen, streven naar een akkoord. Maar een akkoord bereiken is op zich niet verplicht. Het is beter misschien, maar ja, er wordt gewoon overleg gepleegd. Op X-35 neemt de werkgever een beslissing en communiceert die. En wat zegt de wet dan eigenlijk, of wat zegt de rechtspraak dan daarover? Ja, kijk, het is dan eigenlijk wie die beslissing van de werkgever wil betwisten, die moet naar de rechtbank stappen. Ja? En de bezwaarlast ligt bij diegene die iets betwist of iets eist. Als iemand het niet eens is met die definitie van kaderlid die gehanteerd heeft, dan is het aan degene die dat betwist, om dan te zeggen, ja, om die en die redenen is dat geen juiste definitie van kaderlid in deze context. Ja. En voor de rest ja, is eigenlijk de beslissing op X-35, de praktische werkwijze van uploaden, aanplakken, is dezelfde als X-60. Ja. En één nuance die op de dia's ook vermeld staat, is uiteraard, maar dat weet u, dat voor de technische bedrijfseenheid eventueel die bewijslast een beetje anders kan liggen, omdat de vakbonden daar gebruik kunnen maken van een wettelijk bewijssysteem om technische bedrijfseenheden aan te tonen, zeg maar. Quid foefel akkoorden, hè? U zou misschien het akkoord of de vraag kunnen krijgen of spelen met het idee van, ja, kunnen we geen akkoord afsluiten dat verkiezingen vermijdt, zeg maar? Maar wat dan ook gebeurt, u moet altijd de procedure opstarten. Dat is nu eenmaal de wet. De procedure moeten altijd opgestart worden. Dat is mechanica. U voldoet aan de voorwaarden, dus moet u de procedure opstarten. In een aantal gevallen, op bedrijfsvlak, of in een aantal sectoren, zijn er akkoorden waarbij de vakbonden er zich toe verbinden om geen lijsten in te dienen. Dat is natuurlijk iets anders, want de kiesprocedure is rechtsgeldig opgestart en de vakorganisaties engageren zich om geen lijsten in te dienen. Ja, dat is natuurlijk iets anders. Dus wat er dan gebeurt is, er worden geen lijsten ingediend, maar het sociaal overleg kan op een andere manier georganiseerd worden. Men gaat de vakbondervaring versterken of een conventioneel overlegorgaan oprichten of wat dan ook. Dus in een aantal gevallen gebeuren dergelijke zaken, maar wat er ook gebeurt, stap 1 is altijd het correct opstarten van de kiesprocedure, eventueel gevolgd door een stopzetting wegens geen kandidaten en dan ja, andere afspraken over het sociaal overleg. De occulte periode. U weet dat na de kerstvakantie komen we terecht in de occulte periode. Kandidatenlijsten gaan ons bereiken rond de periode X plus 35, maar de ontslagbescherming vangt aan X min 30. Vanaf die datum zijn mensen beschermd tegen ontslag. Het is de datum van de betekening van het ontslag die doorslaggevend is. Als het ontslag gegeven is voor X min 30, speelt de bescherming geen rol. Iemand die dus ontslagen is voor X-30 en een opzegtermijn loopt nog, dat is geen enkel probleem op zich, hè. Die bescherming speelt geen rol, het ontslag is gegeven voordien, de opzegtermijn zal normaal lopen, zonder dat de bescherming daar een rol in speelt. Uiteraard is het wel zo, als u die opzegtermijn voortijdig wil afbreken, hè, de opzeg is gegeven voor X-30, de opzegtermijn loopt, en na een paar maanden zegt u, ik ga hier nu verbreken en het saldo uitbetalen. Ja, dat mag natuurlijk niet, want dat is opnieuw een nieuwe ontslaghandeling die dan tijdens de beschermingsperiode valt. Dus dat zou eventueel, indien die persoon zich blijkbaar kandidaat heeft gesteld, zou dat dus een probleem zijn. Hetzelfde een beetje met een contract van bepaalde duur. Iemand kan een contract van bepaalde duur hebben. Als die persoon aan de voorwaarden voldoet om zich kandidaat te stellen, dan zal dat contract gewoon normaal aflopen. Zonder meer, daar speelt de bescherming eigenlijk geen rol in. Bescherming geldt enkel voor ontslag. Er is een herenakkoord, maar het is al ergens het halfweg de vorige eeuw, waarbij gezegd wordt van kijk,
wie regelmatig is opgezegd, dus wie al in opzeg is voor X-30, zeg maar, die zal niet op de kandidatenlijst gezet worden. Maar dat is dus ja, een gentleman's agreement van een tijd geleden, maar ja, het blijft natuurlijk wel een akkoord dat ooit is afgesloten. En tenslotte, wat als u flirt met de drempel? Aandachtige toehoorders zullen toch wat opgemerkt hebben. Er is daar toch iets merkwaardigs mee aan de hand. De referteperiode loopt tot eind 2015. Maar de procedure vangt al aan in december 2015. En ik weet het eigenlijk nog niet goed of ik de drempel haal of niet. Ik moet dat nog berekenen. Is er een soort point of no return? Wel, het is sowieso, als u de kiesprocedure opstart, en u, daar is een wisselende rechtspraak in, er is een rechtspraak die zegt, kijk, eenmaal u dag X-35 voorbij bent, ja, dan kan je niet meer terug. Ja. Zelfs indien dan blijkt dat je eigenlijk de drempel niet haalde, nee, je hebt X-35 gezet, dus je kan niet meer terug. Je kan daarover discussiëren. Nu, wat er ook van zij, dag X is volgens mij toch zeker een point of no return, want ja, op dag X heb je effectief mandaten open verklaard, zeg maar. Ja, dan nog achteraf zeg je, maar eigenlijk zat ik maar aan 99,5 in plaats van 100, ja, dan is het echt wel te laat. Dus, moraal van het verhaal, kijk, als u daar ronddraait, X-60, ja, dat lijkt mij toch nog altijd een moment waarop nog geen definitieve beslissingen gevallen zijn, maar dan moet u zeker voor X-35 evalueren van, ja, zijn we eigenlijk wel onderworpen aan deze wetgeving of niet. Zo, hartelijk dank voor uw aandacht. Ik kan mij voorstellen dat er zeer vele vragen onbeantwoord blijven, maar zoals ik al eerder aanhaalde, uw persoonlijke dossierbeheerder of uw persoonlijk contactpunt tijdens bij ons team sociale verkiezingen staat ter uw beschikking. Ik zou zeggen, aarzel zeker niet om hen te contacteren met al uw inhoudelijk, juridische, praktische of technische vragen. Tot ziens.